het gaan kwalijk nemen. Studentenjournalistiek start elk jaar met de Nieuwsroom Days vooraleer ze zelf aan de slag gaan als journalisten in spe. De opleiding nodigde niemand minder dan Lisbeth van Impe uit, al 7 jaar hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Ik hoop, omdat ze vinden dat ik iets te vertellen heb over journalistiek en dat het misschien wel interessant was om eens jullie vragen te laten beantwoorden door iemand die een krant leidt. Ik denk dat de bedoeling van heel veel richtingen journalistiek en ook hier is om ook mensen uit de praktijk te laten passeren, zodat je niet alleen theorie krijgt, maar dat je ook voor een stuk ook zicht krijgt op wat de job echt inhoudt en wat daar de tips en tricks zijn. Als hoofdredacteur is Lisbeth van Impe goed geplaatst om de Nieuwsroom Days in te leiden. De leerlingen kregen dan ook zelf de kans om veel vragen te stellen. Ik vond ze eigenlijk goed. Het is soms frustrerend, zeker als je voor studentenjournalistiek gaat spreken en dan heb je zo op het einde het obligate, zijn er nog vragen? En dan komt er niks en dan denk je van, dit zijn straks journalisten, wiens job het wordt om vragen te stellen. Dus ik vond het wel een leuke oefening voor jullie om het te doen en ik vind dat jullie dat heel goed gedaan hebben. Volgens Van Impe zijn de Nieuwsroom Days de ideale manier om te tonen aan beginnende journalisten dat journalistiek veel meer is dan enkel artikels schrijven. Vinden we een goede insteek? Hoe krijgen we dan de mensen te pakken die we nodig hebben om die ideeën werkelijkheid te laten worden? Je gaat dingen hebben die in het water vallen, die niet lukken of die toch niet geen goed idee bleken te zijn. Daarmee omgaan zijn allemaal heel cruciale dingen om de stijl te leren. Het is echt meer dan stukken schrijven. De Nieuwsroom Days zijn niet het enige wat uniek is aan de opleiding journalistiek. Studenten krijgen ook de mogelijkheid om een keuzetraject sportjournalistiek te volgen. Ik denk dat tegelijk ook wel goed is dat de vorming breder is dan dat. Dat het zich niet alleen op sport toespitst. Want wat voor soort journalist je bent, ga je vaak maar ontdekken door het te doen. En mijn raad aan jonge journalisten is altijd om je ook niet te rap vast te zetten. Dus ik denk een stuk specialisatie waarbij je al een aantal dingen leert, kan zien of dat iets voor jou is, een stuk kennis kan opbouwen, is zeker goed. Maar het zou niet slim zijn op die leeftijd om je er ook helemaal in te laten opsluiten. Van Impe vindt de opleidingen journalistiek nuttig, maar de journalistiek zoals het voor echt is, dat leer je op de werkvloer. Het maakt echt nog wel een verschil of je iemand belt voor een eindwerkje bij Ho West, of je belt die omdat je dat de volgende dag in een krant van 200 of 250.000 exemplaren wil zetten. Dus ga ervan uit dat je hier heel nuttige dingen gaat leren voor het geval je ooit op een redactie terechtkomt, maar dat een keer dat je op een redactie zit, dat je eigenlijk nog door een heel nieuw leerproces moet dat echt nog een tijdje duurt. En om af te sluiten heeft Lisbeth van Impe nog 1 gouden tip. Wees hongerig op alle vlakken. In wat je leest, in hoe je in de wereld staat, in hoe dat je naar je job kijkt. Dus als je eraan begint, vlieg er meteen in.